Hier achter mij staat een kluis met echt heel veel geld erin. Alleen, er is een probleempje. Er is namelijk een overvaller onderweg om dus mijn kluis helemaal leeg te roven. Namelijk deze meneer met een pandamasker en hij heeft een pistool in zijn handen. Dus als ik hem ga tegenhouden, heb ik een probleem. Dus laat ik eerst maar eventjes muren gaan kopen. Nu is het al een stukje moeilijker om binnen te komen, maar nog steeds komt meneer de panda echt heel makkelijk binnen. Oké, ik heb dus iets nodig hoe ik mijn bank zoveel mogelijk kan beschermen. Want op dit moment wordt namelijk alles helemaal leeggestolen in mijn bank. Tapijt. Ik kan tapijt kopen, maar ik heb toch helemaal niks aan tapijt. Ik heb iets aan de security guard. Oké, dat kost geld. Laat ik deze maar kopen met een pistool. Kan jij meneer de panda tegenhouden? Ik hoop het wel. Anders moet ik jou straks gaan upgraden. Misschien dat dat wel slim is om te doen. Weet je, laat ik misschien maar eventjes dubbel geld kopen. Zodat ik veel sneller mijn bank kan overvallen. Dit is namelijk echt een heel groot probleem. Oké, like alsjeblieft even deze video als jij niet wilt dat mijn bank wordt overvallen. En dankjewel meneer politieagent. Volgens mij heeft u zojuist een bewaker neergeschoten. Dit is perfect. Ik kan hier namelijk deuren kopen. En waarom staan de deuren open? De deuren moeten dicht. Nu kunnen ze alsnog binnenkomen. Wat kan ik kopen om mijn bank beter te beschermen? Misschien wat planten. Ik heb toch helemaal niks aan planten. Die planten kosten ook echt heel erg duur. En oh nee, er komt die meneer de alien aan. Meneer de alien. Oh, het is een alien masker. Het is geen echte alien, het is een overvaller. Dit meen je niet. Hoe ga ik dit slim aanpakken? Ik denk dat ik gewoon eerst al deze dingen moet kopen. Zoals een bank en dit en dit. En dan uiteindelijk kan ik misschien wel lasers kopen. Of veel betere bewaking. Dat zou echt perfect zijn. Links in beeld zie je precies wanneer ik weer betaald krijg. Dat ik betaald word komt perfect uit. Want dan kan ik namelijk een security guard kopen. En deze is veel beter. Kijk maar. Deze heeft alleen maar een tafel. En met deze tafel wordt hij zelf niet beschoten. Dat is op zich wel handig, want er komen namelijk nog meer overvallers aan. En die hebben ook allemaal pistolen. Oké, hoe ga ik het slim aanpakken? Misschien deze standbeelden. Dat gaat niet de overvallers wegjagen. Hallo meneer. Meneer, wilt u alsjeblieft stoppen? Anders wordt u namelijk neergeschoten door mijn bewaking. Dit is perfect. Hoe minder overvallers er namelijk in mijn kluis komen, des te meer geld ik verdien om mijn hele mooie bank af te maken met bijvoorbeeld een watertank. Oh, dat was echt zonde van mijn geld. Laat ik maar gewoon alles kopen wat ik kan kopen. Namelijk deze banken wil ik hebben. Deze barriers wil ik hebben. Dan krijg ik namelijk weer wat touwtjes. Oh, en allemaal decor. Ik heb niks aan dat decor. Natuurlijk wil ik wel dat ik een hele mooie bank krijg, maar... Oh, dit is wel vet. Hallo, is hier iemand? Ik heb trouwens helemaal geen geld om dingen te kopen. Wat kan ik hier doen? Misschien kan ik hier nog meer bewakers in laten zetten. Dat zal echt perfect zijn. En oh nee. Oh nee, 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 nee. Er is een bewaker bij mijn kluis gekomen. Hoe ga ik dit slim aanpakken? Ik denk dat dat betekent dat ik misschien nog meer bewaking moet gaan kopen. Kan ik niet buiten bewaking kopen? Oh, ik kan buiten een politieagent kopen. Oh, maar dit is wel heel duur. 600. Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Meneer de politieagent, wilt u alsjeblieft die bewakers tegenhouden? Ik ga mijn best doen. Dankjewel, meneer de politieagent. Dat waardeer ik. En een security guard, die wil ik ook kopen. Ik ga deze kopen. Meneer, hou de bewakers tegen, oké? Komt helemaal goed. Ik ga ze neerschieten. Pew, pew. Dankjewel, meneer. Meneer, u moet wel raak schieten, oké? Anders heb ik er ook niet heel veel aan. Ik heb in ieder geval wel best weer wat geld gekregen. Namelijk 2.500 euro. En daarmee kan ik dit kopen, dit kopen, dit kopen en dit kopen. En eigenlijk kan ik alles kopen. Bijna alles, want ik heb bijna geen geld meer. En kijk dan wat ik nu heb. Ik heb hier nu een kantoor. Daar kan ik misschien lekker zitten en werken. Maar ik heb geen zin om te werken. Ik moet alle dieven tegenhouden. Dus ik denk dat ik gewoon nog meer bewaking moet kopen. Oh, ik heb een slim idee. Als ik nou jou even ga upgraden. Zo, geupgrade. Let's go. En dan kan ik, als het goed is, nu nog meer geld krijgen. En dan kan ik je nog een keer upgraden. Let's go. Nu heeft hij nog een tafel. Nu heeft hij een masker op. Hij heeft wel een veel beter pistool. Nu kan ik iedereen tegenhouden. Iedereen, meneer. U laat mensen gaan, hè? Ik weet niet of u het door heeft. Er komen allemaal ninjas binnen. Wat zijn dit voor mannetjes? Ze hebben allemaal gouden maskers. Waarom heb ik zelf geen pistool? Als ik zelf een pistool had, kon ik ze zelf al tegenhouden. En nu kan dat helemaal niet. Oké, misschien is het tijd om de politie te upgraden. Alleen daar heb ik helemaal geen geld voor. Misschien nog een auto kopen. Wat heb ik nou weer aan een auto... Oh, er staat hier nu een auto en deze auto die schiet kogels. Oké, dit is best wel vet. Meer mensen met wapens er zijn en hoe meer auto's, hoe minder dieven er binnenkomen, hoe meer geld ik verdien, hoe minder geld er wordt gestolen en hoe eerder ik mijn bank eindelijk kan afmaken. Oké, laat ik maar weer een army kopen. Oh, dit is vet. Ik kan deze kopen. Deze heeft echt een heel vet wapen. En dan koop ik nog even de tapijt erbij. Heb ik nou zojuist een rode loper gekocht voor alle dieven die binnenkomen? Dit meen je niet. Ik ga even kijken bij de leaderboards. Op welke plek sta ik?
Ik zie mezelf helemaal niet staan. Hoe gaaf zou het zijn als ik hier helemaal op nummer 1 kom? Dat gaat echt heel lang duren dan. En ik kan iemand raiden. Wat gebeurt er als ik iemand raid? Ik ga jou raiden. Let's go. Ik snap het al. Nu gaan er dieven naar de bank van een concurrent. Zodat ik nog meer geld kan verdienen. Dit is echt perfect. En daarmee kan ik dit kopen. En ik zit vast. En dit kan ik kopen. Ik kan nog een politieauto kopen. Wat heb ik nou weer aan de politieauto? Ik kan wel een SWAT-van kopen. Wat heb ik hier nou weer aan? Er zit helemaal niemand in. Nu staan hier gewoon twee auto's. Terwijl alle dieven gewoon binnenkomen lopen. Oké, dit vind ik wel een beetje raar. Hallo dieven. Niet naar binnen gaan alsjeblieft. Dat vind ik niet zo leuk. Goed zo, meneer de politieagent. Schiet de dieven neer. Oké, ik heb een idee. Dat geld duurt me veel te lang. Dus ik ga geld kopen. Oh, dit kost me zoveel Robux. Maar we gaan het gewoon doen. 50.000 euro. En dan kan ik jou upgraden. En dan kan ik hier een FBI-agent kopen. En een politieagent. Natuurlijk de allerduurste. Oké, misschien was dat best wel zonde van mijn geld. Maar dat maakt niet uit. Want per kill die ik volgens mij maak, krijg ik ook geld erbij. Maar dat weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet, is dat ik jou kan upgraden. De politieagent kan upgraden. En nog een keer kan upgraden. Het leger kan upgraden. En nu heeft hij een sniper. Oké, dat is echt heel vet. Deze auto kan ik upgraden. En nog een keer upgraden. Nu staat hier gewoon een Ferrari. Die heeft allemaal raketten boven in de auto. Alleen vraag ik mij af, doet deze raket het ook? Hij schiet daadwerkelijk raketten. Dit is perfect. Oké, ik denk dat buiten alles nu best wel goed beschermd is. Laat ik binnen nog maar wat dingetjes kopen. Wat kan ik allemaal kopen? Het lijkt erop alsof ik hier weer wat kan kopen. Namelijk een watercooler en een meetingtafel en dit. En wat heb ik hier nou weer allemaal aan? Hier heb ik helemaal niks aan, maar ik moet dit wel kopen om later nog meer te kunnen kopen. Zoals bijvoorbeeld deuren en dit en dit. En ik heb nu tenminste eindelijk een dak boven mijn hoofd, want er stond namelijk niet eens een dak. Het is alleen maar in dit gebouw staat een dak. Misschien is het handig als ik een dak op mijn bank heb. Anders komen er straks nog dieven met helikopters en dat is niet de bedoeling. Oké, ik ga gewoon weer alles kopen wat ik kan kopen. Ja, la 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 la. Hallo, meneer. Wilt u op deze rode knop klikken alsjeblieft, want er komen bewakers binnen. Wil je wat geld lenen? Nee, ik wil geen geld lenen. Ik ben de eigenaar van de bank. Dat zeggen ze allemaal. Nou, weet je wat? U bent ontslagen. Oh, dit meen je niet. Wat heb ik een slecht personeel, zeg. Laat ik maar betere beveiliging kopen. Deze gaan we kopen en deze gaan we kopen. Oh, dat kostte heel veel geld. Nu heb ik nog maar 4.000 over van de 50.000. Misschien was dat niet heel erg slim om te doen. Laat ik maar even wat airco kopen, want ik heb het echt heel erg warm. Nu is het gelukkig wel wat minder warm. Oh, Iron Man kan ik kopen, maar dat is echt heel duur. Ik ga geen Iron Man kopen, dat is echt zonde van mijn geld. Laat ik dit maar kopen. Wat hebben we hier? Hier kan je dan allemaal juwelieren kopen. Misschien is het niet slim om hier nu alle juwelieren neer te leggen. Want juwelieren, dat is echt heel veel waard. En nu gaan alle dieven dat ook stelen. Hallo dieven. Wow. Hij is echt heel groot. Schiet hem dood. Lekker. Goed zo, meneer de legerman. Dankjewel. Oh, en ik heb trouwens weer heel veel geld gekregen. Dat komt echt perfect uit. Want ik wil namelijk deze hele juwelier klaarmaken. Bam, bam. Nu betaal ik zoveel geld voor allemaal kasten en... Oh, waarom is dit allemaal zo duur? Alleen nog een dak erop en dan is dit gedeelte... even wachten. Wat licht kopen en nu is de juwelier ook helemaal klaar. Let's go. Wat kan ik nu nog verder doen om mijn bank af te maken? Een ATM-machine, wat is dat? Oh, daar kan je pinnen. Dat is toch niet slim? Dat is echt dom, want er komen allemaal dieven binnen. Al die mensen zijn hier gewoon rustig aan het werken, terwijl daadwerkelijk mijn bank wordt beroofd op dit moment. Maar één ding weet ik wel. Mijn bank is bijna klaar. Ik heb hier nog een kamer. Dit lijkt een beetje op een vergaderkamer. Alleen al mijn geld is bijna op. Misschien moet ik maar een camera kopen. Waar is de camera? Kijk, hier hangt nu een camera. Nu kan ik precies zien wie er allemaal binnenkomt. En oh nee. Er komen nog meer overvallers binnen. Oh, kan ik niet gewoon een slot op de deur kopen? Lijkt me een stukje beter. Trouwens ook weer even wat airco. Ik heb het heel erg warm. Poeh, dit is een stukje beter. Wat kan ik nog allemaal kopen? Hier wat lichten, nog een camera, een boekenkast, een bureau. Nog een bureau, zodat er keihard gewerkt kan worden. Zodat er nog meer geld verdiend kan worden. En deze. Hierachter nog wat deuren, nog een extra camera. Dit is perfect. Nog een politieagent erbij voor 6.000 euro. En nu is al mijn geld weer op. Dit meen je niet. Het is echt onmogelijk om deze bank te beschermen, want er komen wel heel veel mensen binnen. En kijk dan wat voor vette pakjes zij hebben. Zelfs het leger kan ze niet tegenhouden. Nou, ik geef het op. Jullie mogen mijn bank hebben, oké? Ik ga wel ergens anders een bank starten. Maar dit was de video. Klik even hier of hier op een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1.